Hartelijk dank dat u het geduld hebt om naar een Nederlandse prediker te luisteren. Maar we vonden het heel fijn om hier bij u van deze week te mogen zijn. Hartelijk dank daarvoor. En vanmorgen waren we bij de Zilverjeugd. En dat was ook heel fijn. En André en Anatji hebben ons heel gastvrij ontvangen. Maar ook Bertus en Liz, waar we ons een klein beetje thuis voelen. En zeker heel erg thuis voelen. En we hebben het heel erg fijn in uw midden gehad. Het leuke van alles is, ik ben 20 jaar predikant geweest in Enschede. Dat ligt aan de oostkant in Nederland. En de gemeente die ik daar gediend heb en waar we nog steeds lid van zijn, lijkt heel veel op deze gemeente. De kerk is net zo groot. We komen zondags met ongeveer 400 mensen samen. Er is veel jeugd en veel kinderen. En we hebben alle twee hier en daar de Maranatha-boodschap heel erg lief. Dus wat dat betreft voelen we ons ook thuis in de gemeente. We hebben zondagavond nagedacht over de gebeurtenissen in deze wereld, het wereldgebeuren in een notendop. En we hebben toen gezien dat God boven alles staat. En dat Hij koningen aanzet en koningen afzet. We hebben maandagavond met elkaar nagedacht over het wereldgebeuren op weg naar het koninkrijk van de Antichrist. We hebben gisteravond met elkaar nagedacht over het wereldgebeuren op weg naar het einde. We hebben met elkaar nagedacht over Babel, wat in Genesis 10 al begint en eindigt in Openbaring 19. Babel verdwijnt, maar Jeruzalem blijft. Dat is een stad met de fundamenten. En dat is, zoals Paulus zegt in Galaten, Jeruzalem is onze moeder. Het is heel mooi om te weten dat de Heer Jezus in Johannes 4 zegt, het heil, de verlossing, is uit het Joodse volk. Zonder het Joodse volk zouden wij hier niet zitten. Want vanuit het Joodse volk is de Heer Jezus geboren. Vanuit het Joodse volk hebben we de Bijbel gekregen. In Jeruzalem werd de mens met God verzoend aan het kruis. In Jeruzalem werd de dood overwonnen. In Jeruzalem werd Gods geest uitgestort. Daar heeft God Jeruzalem voor uitgekozen. Niet Amsterdam, niet Parijs, maar Jeruzalem. In Jeruzalem is de eerste kerk geboren. Daar is het allemaal begonnen, in Jeruzalem. En als God zijn heilsplan gaat afronden en het koninkrijk van God op aarde zal neerdalen, dan zal dit ook in Jeruzalem gebeuren. Alle ogen zijn gericht op Jeruzalem. Ook van de wereld. Wat in oktober 7 oktober begon in de Gazastrook, dat was de El-Aqsa Wave, zei men. Men wilde optrekken naar Jeruzalem. En we zien dat vandaag de strijd rondom Israël toeneemt. Waarom? Het is Gods volk. En in deze wereld is Satan, de duivel, nog steeds de overste van deze wereld. En hij strijdt tegen Jeruzalem. En mag ik het vanavond zo zeggen? Elke vorm van antisemitisme, elke vorm van het haten van het Joodse volk is satanisch. Is uit de duivel. Omdat de duivel niet wil dat God zijn koninkrijk daar in Jeruzalem zal vestigen. Daarom is het vanavond heel mooi om met elkaar na te denken over het laatste onderwerp, het wereldgebeuren op weg naar het Messiaanse Rijk. Het Messiaanse Rijk
het, zoals wij dat noemen, het duizendjarig vrederijk, wordt ook wel in Jesaja genoemd, zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Weet u, als de Heer Jezus terugkomt op aarde, dan zal hij van deze kapotgemaakte aarde, want we weten dat we in een klimaatcrisis terechtgekomen zijn, dat de lucht vervuild is, het water vervuild, extremiteiten met het weer. En we hebben in Nederland heel veel bewegingen die proberen om het milieu beter te maken, ook binnen de kerken. Maar ik denk dat wij kunnen het probleem van een kapotgemaakte schepping kunnen wij niet oplossen. Er is er één die het op gaat lossen. En dat is de Heer Jezus. En als Jezus op aarde komt, dan komt Hij op aarde, die we ook in Genesis 1 tegenkomen, die sprak, er zij licht en er was licht. Hij is de schepper van hemel en aarde. En als Christus op aarde terugkomt, komt de schepper van hemel en aarde weer terug. Hij heeft toen in 6 dagen vanuit een woeste, lege, donkere aarde een prachtige schepping gemaakt. En dat zal hij opnieuw gaan doen. Hij zal deze schepping gaan herstellen. Dat doet niet Greenpeace, echt niet, maar dat gaat Jezus doen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je zou kunnen zeggen, dat is paasmorgen. De opstanding van Christus. En in deze geschiedenis die we vanavond met elkaar gaan lezen, kunt u iets van de opstanding van Jezus terugvinden. We gaan met elkaar nadenken over Daniël hoofdstuk 6. En Daniël hoofdstuk 6 is een van de meest bekende geschiedenissen die de kinderen van de zondagschool allemaal kennen. Daniël in de leeuwenkuil. Maar we moeten niet vergeten dat Jezus is de leeuw van Juda. De leeuw van Juda die in de leeuwenkuil terechtkwam. Maar laten we het met elkaar eens gaan lezen. En dan zult u ontdekken dat in Daniël 6 we te maken krijgen met de overwinning over de dood. De overwinning die Daniël ook meegemaakt heeft. En ik heb zitten denken van, wat zal ik uit dit hoofdstuk lezen? Maar ik denk dat het goed is om dit hoofdstuk gewoon helemaal te lezen. Zou het goed zijn, André, als jij dit hoofdstuk in het Afrikaans leest? Zou dat kunnen? Oké. Kom ons lees van vers 1 af saam. En Darius die Meder was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees. En oor hulle 3 ministers van wie Daniël 1 was. En aan wie die landvoogde rekenskap moes gee sodat die koning nie sou skade ly nie. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemunt, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe het die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering. Maar
Hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdienst. Toe het hierdie ministers en landvoogde en die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek rig aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi sal word. Stel nou so 'n verbod vas, o koning, en laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van Meders en Perse onherroepelik is. Hierom het koning Darius die bevelskrif en die verbod geskrywe. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis ingegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy van tevore gedoen het. Daarop het daardie manne aangestorm en Daniël gevind, terwyl hy bid en voor sy God om genade smeek. Hulle toe nader gekom en voor die koning oor die koninklike verbod gespreek. Het u nie 'n verbod geskrywe dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek doen aan enige god of mens behalwe aan u, o koning, in die leeukuil gegooi moet word nie? Die koning het geantwoord en gesê, die saak staan vas volgens die onherroepelike wet van Meders en Perse. Toe het hulle geantwoord en voor die koning gesê, Daniël, een van die Joodse ballinge, het hom aan u, o koning, en aan u verbod wat u geskrywe het, nie gesteer nie, maar 3 maal op 'n dag doen hy sy gebed. Toe die koning die woord hoor, het dit hom baie mishaag, en hy planne beraam om Daniël te verlos. Ja, tot sonsondergang toe het hy moeite gedoen om hom te red. Daarop het daardie manne die koning bestorm en aan die koning gesê, weet o koning, dat dit 'n wet van Meders en Perse is en dat elke verbod of verordening wat die koning vasgestel het, nie verander mag word nie. Toe die koning bevel gegee en hulle Daniël gebring en in die leeukuil gegooi en die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God wat jy gedurig deur vereer jou verlos. En 'n klip is gebring en op die opening van die kuil gelê. En die koning het dit met sy ring en met die ring van sy maghebbers verseël sodat niks anders met Daniël sou gebeur nie. Toe het die koning na sy paleis gegaan en met vas die nag deurgebring en die byvroue nie voor hom laat kom nie en sy slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die môre vroeg toe dit lig word opgestaan en haastig na die leeukuil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegt van die lewende God, was jou God wat jy gedurig deur vereer in staat om jou van die leeu's te verlos? Toe het Daniël met die koning gespreek, mag die koning vir ewig lewe. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie.
toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniël uit die kuil op te trekken. So is Daniël dan uit die kuil opgetrek, sonder dat daar een letsel aan hom gevind is, omdat hij op sy God vertrouw het. En die koning het bevel gegee, en hulle daar die manne gebring wat Daniël aangeklaag het, en hulle kinders en hulle vrouwen in die leeuwkuil gegooi, en hulle het nog niet eens die bodem van die kuil bereik nie, of die leeuw het hulle oorweldig en al hulle bene vermorsel. Toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale wat op die aarde woon geskrywe, mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël, want hy is die lewende God en hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie en sy heerskappy duur tot die einde toe. Hy verlos en red en doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. Hy wat Daniël uit die mag van die leeuws verlos het. En hierdie Daniël was voorspoedig onder die regering van Darius en onder die regering van Kores die Pers. Tot daar lees ons saam. Baie dankie. Dankjewel, dankjewel. Het is een hele mooie geschiedenis, prachtige geschiedenis, die uiteindelijk leidt tot de heerschappij van God. Als we het eerste gedeelte lezen, dan zien we daar al dat Darius de Meder, dus hier begint Perzië is voorbij, hier is de Meder, Darius de Meder ontving het koningschap, of nee, het Persische Rijk kwam pas later, sorry. Maar Darius de Meder ontving het koningschap, staat hier. Hij ontving het koningschap. Van wie? We hebben daarover gesproken dat het koningschap wordt gegeven door God. We hebben gezien de eerste avond dat Nebukadnezar was een knecht van God. En hij was op die plek waar God hem wilde hebben. En hier zien we, leest u maar in hoofdstuk 4, vers 17. Hoofdstuk 4, vers 17. Daar staat: dit bevel berust op het besluit der wachters en deze zaak op het woord der heiligen, opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En dat geeft aan wie hij wil. God geeft het koningschap. En hier zien we dat Darius de Meder ontving het koningschap uit de handen van God. God heeft hem dat koningschap gegeven. Er komt een moment, en dat kunt u vinden in Openbaring 19, in Openbaring 19... dat de heer Jezus ook het koningschap ontvangt. Kijkt u maar in Openbaring 19, vers 6. Net daarvoor, in Openbaring 19, vers 1 tot en met 5, vind je het halleluja. Daar wordt 4 keer het woord halleluja gebruikt. Ik zeg wel eens, het is het grote halleluja van Händel. Het is de enige keer in het Nieuwe Testament dat het woordje halleluja gesproken wordt. En wanneer wordt het halleluja gezongen? Nou, dat kunt u vinden in dat stukje, vers 1 tot en met 5, als Babel voorbij is. Als de wereldheerschappij voorbij is, de grote machthebbers moeten buigen voor God. Dan komt het moment in vers 6, Openbaring 19, vers 6. En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen zeggende: halleluja, dat is de 5e keer in Openbaring, halleluja. Want de Heere onze God,
De Almachtige heeft het koningschap aanvaard. Hier wordt het koninkrijk van God in de handen van de Zoon van God. God de Almachtige. Thomas die zei ook tegen de Heer Jezus, mijn Heer en mijn God. En het is hier de Heer Jezus die het koningschap gaat aanvaarden. Aan het begin van het Messiaanse vrederijk. Hij aanvaardt het koningschap. En mensen, wat zal dat een prachtig moment zijn. Als hij de enige koning hier op aarde zal zijn. Dan zal er vrede zijn. Dan zal er gerechtigheid zijn. Als we kijken naar deze geschiedenis in Daniël 6, dan zijn er heel veel dingen die hier gebeuren, die mij doet denken aan het leven van Jezus op aarde. Het lijkt net of dat wat hier met Daniël gebeurt, zo'n 500 jaar later met Jezus gebeurde. Hier zien we van Daniël, we lezen hier dat er 120 stadhouders, staat hier in de Nederlandse Bijbel, aangesteld worden. En 3 landvoogden of ministers of rijksoversten. En dan zien we dat Daniël boven alles uitkomt. Hij is de beste. Hij steekt met kop en schouders boven hen uit. En koning Darius, die ziet dat en die is van plan om Daniël het hoofd van alle ministers te maken. Minister-president. Nou, wat zo wonderlijk is, dat is dat het Joodse volk altijd een hele bijzondere positie in deze wereld ingenomen heeft. Altijd. We zien dat al bij Jacob. Jacob die bij zijn oom Laban komt. En dan geeft Laban aan Jacob een loon. Hij mag verdienen. En alle gevlekte schaapjes die zijn voor Jacob. En alle niet gevlekte schapen zijn voor Laban. En wat doet Jacob dan? Die gaat takjes van de boom afhalen. Gaat ze schillen. Legt ze in de voerbakken. En wat gebeurt er? Dat jaar komen er allemaal gevlekte schapen. Wat is die Jacob toch? Kien, hè? Slim, hè? Is het ooit gebeurd? Is het ooit gebeurd dat een vijand getroffen wordt door de mobieltjes die ze in hun binnenzak hadden? Door de piepers die Hezbollah had? Dat is toch ongekend? Dat is nog nooit gebeurd dat die Hezbollah-strijders hun piepers in hun zak hadden waarmee ze opgeroepen konden worden en ineens ontploffen die piepers. Wie zou dat gedaan hebben? Weet je, Daniël was zo clever en zo slim. Het volk van God, Israël, daar staat dat Israël een volk is dat alleen woont en zich niet mengt met andere volkeren. Het is een heel speciaal volk, Israël. Gods uitverkoren volk. En als je in Israël rijdt, over een main road, een grote weg van Tel Aviv naar het noorden, langs de kust, dan kun je een uur lang rijden over de snelweg en dan zie je alleen maar links en rechts grote high-tech fabrieken. Dat is Israël. De chip. De chip die in de telefoon zit, die de auto's nodig hebben, komt uit Israël. Het is een speciaal volk. En hier zie je dat God aan Daniël zoveel wijsheid geeft. Dat hij niet te vergelijken is met al die anderen.
En weet je, dan worden de anderen jaloers. En ze probeerden een grond van aanklacht te vinden. Ze probeerden Daniël aan te klagen. Toen Jezus hier op aarde leefde, kreeg Jezus te maken met de farizeeërs en de schriftgeleerden. En ook zij probeerden een aanklacht tegen Jezus in te brengen. Er staat in Matteüs 26 dat ze probeerden hem te beschuldigen. Maar ze konden geen enkele aanklacht tegen hem vinden. Net zoals wat hier staat in vers 5. Geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds konden ze vinden in Daniël. En ze hebben het geprobeerd. En de farizeeërs hebben het geprobeerd om hoe kunnen we die Jezus aanklagen. Maar ze vonden geen aanklacht. Absoluut niet. Daniël, die was door God zo gezegend, dat al die anderen werden jaloers. Weet u, toen de eerste Joden in Israël kwamen, eind 1800, bij Haifa, toen zijn de eerste Joden begonnen om het land weer te gaan herstellen. Het land was verwoest, het land was kapot gemaakt. De laatste bomen zijn afgezaagd voor een spoorlijn. Er was geen boom meer te vinden in heel Israël. En de Joden gingen weer bomen planten. De Joden die gingen water naar de woestijn brengen. En het hele land kwam weer in opbloei. De steden werden herbouwd. En ook nu heb je weer zo die jaloezie. Die het niet uit kunnen staan. Wat er met Jezus gebeurde. De Messias gebeurt ook met het Messiaanse volk. Het volk Israël. Van Daniël lezen we dat Daniël volkomen trouw was. Trouw was aan God. Weet u, Daniël wordt genoemd met twee andere belangrijke mensen uit de Bijbel. Kijkt u maar in Ezechiël, net voor Daniël heb je Ezechiël, Ezechiël 14. In Ezechiël 14, daar staat in vers 14, Ezechiël 14, vers 14, daar wordt geschreven over de zonden die er is in Jeruzalem. En hoe kan Jeruzalem misschien nog behouden worden? En dan staat er in vers 14, en er zouden daar deze drie mannen zijn, Noach, Daniël en Job. Dan zouden deze door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden. Ook in vers 20 van Ezechiël 14. En Noach, Daniël en Job waren daar. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere. Zij zouden zoon noch dochter redden. Zij zouden door hun gerechtigheid alleen zichzelf redden. Noach, Daniël en Job. Van Noach, Daniël en Job lezen van alle drie dat zij rechtvaardig waren voor God. Ze waren volkomen rechtvaardig voor God. Noach wandelde in gerechtigheid voor God. Van Job lezen we, er is niemand zo rechtvaardig als Job. En Daniël ook de rechtvaardige. Hij was de rechtvaardige, hij was trouw. En als we kijken hoe trouw dat Daniël was, trouw in alles. Dat staat zo mooi in vers 5, dat ze geen grond van een aanklacht tegen Daniël
konden inbrengen. Ze konden geen enkele grond van aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Dat was Daniël. En over Daniël, dan lezen we zo mooi in het 11e vers, Daniël 6, vers 11. Zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Hij had in zijn huis een bovenkamer met open vensters naar Jeruzalem. Driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren gedaan heeft. Hier zien we dat Daniël getrouw was. Drie keer per dag zocht hij zijn bovenkamertje. Daniël was een man die heel veel verantwoordelijkheid droeg. Een van de belangrijkste bestuurders van het Rijk. Maar hij nam de tijd om te bidden. In Israël, voordat de tempel verwoest werd, en toen het Joodse volk nog in Israël woonde, was er in Israël een verordening om drie keer per dag te bidden. Niet vijf keer zoals de moslims, maar drie keer per dag. Drie keer een moment van het uur van het gebed. 'S Morgens om 9 uur, midden op de dag om 12 uur en 's middags om 3 uur. Dat was het uur van het gebed. Drie keer per dag. En het is zo mooi dat Daniël dit gebedsleven vanuit Jeruzalem meegenomen had naar Babel. En dat hij drie keer per dag zijn knieën boog voor God. Tijdens de gebedsuren. Ik zeg wel eens, de tempel van Jeruzalem was verwoest. Maar God had zijn hoofdkwartier vanuit Jeruzalem, vanuit de tempel, verplaatst naar de bovenkamer van Daniël. En dat was het hoofdcentrum. Dat was het centrum wat God ging gebruiken in zijn strijd, in zijn overwinning. Het bovenvertrek. En wat ik zo mooi vind, dat is dat gebedsleven van Daniël is zo ontzettend belangrijk. Zonder dat gebedsleven van Daniël was hij niet van terechtgekomen. En Satan die wist dat het gebedsleven van Daniël zo belangrijk was, dat hij dacht, dat moet weg. Ik moet ervoor zorgen dat Daniël niet meer gaat bidden. En daarom werd die wet uitgevaardigd, zodat Daniël niet meer kon bidden. Satan zal er alles aan doen dat we geen tijd meer nemen om te bidden. Maar juist dat bidden van Daniël was juist zo belangrijk. Daniël had een bovenvertrek. Mooi, hè? Een bovenvertrek. Daniël had een bovenvertrek met vensters die open stonden. Richting Jeruzalem. Weet u, er staat zo mooi in de Bijbel dat we met vrijmoedigheid in mogen gaan. De deur is open. De poort is open. Toen Jezus, ik weet niet of u dat, ja, dat weet u waarschijnlijk wel. Toen Jezus tijdens het derde gebedsuur, 's middags om 3 uur, riep: het is volbracht. U weet dat Jezus heeft 6 uur aan het kruis gehangen. 'S Morgens om 9 uur werd hij gekruisigd. 'S Middags om 12 uur werd het donker. En 3 uur daarna, om 3 uur 's middags, riep hij: het is volbracht. En toen Jezus riep: het is volbracht, stond iets verderop in de tempel, over aan de andere kant van de muur, de priester voor het voorhangsel. Want het was het uur van gebed. Bij het reukofferaltaar. Bij het reukofferaltaar bracht hij het reukwerk voor God. Precies op dat moment.
voor de priester die daar bij dat reukofferaltaar stond, hing het voorhangsel, het gordijn. En in de Joodse traditie zegt men dat voorhangsel was niet zomaar een gordijntje, maar dat voorhangsel was 4 vinger dik. 4 vinger dik. Het was een soort schuifwand, zeggen we wel eens. En op dat voorhangsel waren 2 cherubijnen, engelen, geborduurd. Precies de engelen die stonden bij de Hof van Ede, die de toegang tot de Hof van Ede bewaakten. En vanaf de zondeval is iedereen buiten de Hof van Ede geboren. Buiten de gemeenschap van God. En toen de priester daar het reukwerk bracht voor het voorhangsel en Jezus misschien 200 meter verderop riep, het is volbracht, scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. De cherubijnen gingen aan de kant en de weg naar God was vrij. Bidden met open vensters. We mogen bidden met open vensters. We hebben de toegang tot God. En dat wist Daniël. Ondanks zijn hoge positie boog Daniël zijn knieën. Hij was nederig. Hij was bescheiden. Daniël boog zijn knieën. En hij bad en loofde de Heer. We hebben een enorme aanklacht tegen Daniël. En er staat op een gegeven moment in dat vers 7 en 8, dat alle ministers en alle rijksbestuurders bij de koning kwamen en zeiden, we hebben overleg gehad. We hebben een wet die we in willen vaardigen, dat niemand meer iets kan vragen aan God of mens dan alleen aan u. Wat zal die koning zich vereerd gevoeld hebben? En natuurlijk vond die koning dat goed. En we weten wat er gebeurd is. Daniël, die vernam dat, die hoorde dat, maar die liet dat gebedsleven niet van zich afpakken. En hij boog zijn knieën voor God. Net zoals dat hij altijd deed. En hij loofde en prees God. En dan wordt Daniël, kijkt u maar in vers 14, dan staat er, toen zeiden zij tot de koning, Daniël, een van de ballingen. Daniël, een van de ballingen uit Juda, heeft geen acht geslagen op u, o koning. Wat ik zo bijzonder vind, dat is dat Daniël is al een oud man hier geworden, heeft waarschijnlijk al 60 jaar daar in Babel gewoond. Heeft allerlei posities bekleed en was nu een van de belangrijkste ministers in het rijk van koning Darius. En dan zeggen deze rijksbestuurders, deze ministers, zeggen niet Daniël, de rijksminister, dat zeggen ze niet. Maar ze zeggen Daniël, die balling, die Jood, die heeft zich niet aangetrokken van u. Ze erkennen niet dat Daniël een van de belangrijkste ministers is. Niet Daniël de minister, maar Daniël een van de ballingen uit Juda, David. En dat is zo ingebakken, zou je kunnen zeggen, die haat naar het Joodse volk. Toen al. Naar de Jezus toe. De haat naar Jezus toe. De haat naar Daniël toe. En de haat naar het Joodse volk toe. Nou, en dan komt het moment dat de koning, die hoort dat, Daniël.
En dan probeert de koning alles op alles te zetten om Daniël te bewaren. Te bevrijden voor de leeuwenkuil. Alles op alles. Het lijkt net of Darius daar een klein beetje lijkt op Pilatus. Toen Jezus aangeklaagd werd, toen heeft Pilatus alles op alles gezet om Jezus uit de handen van de Joden te houden. Om Jezus in leven te houden. Zelfs de vrouw van Pilatus heeft nog een droom gehad. En zij bemoeien niet met deze man. En ook Pilatus zei, ik vind geen schuld in hem. Wat moet ik dan doen? Ik vind het heel wonderlijk dat Pilatus, de rechter, aan het volk vraagt, zeggen jullie maar wat ik moet doen. Heeft u het ooit meegemaakt in een rechtszaal, dat de rechter naar de publieke tribune zegt, jullie moeten maar zeggen wat ik moet doen. Nou, zo gebeurt het wel bij Pilatus. Darius heeft geprobeerd om hem vrij te pleiten. Maar het lukte niet. Waarom niet? Weet u, er staat in het 13e vers, de zaak staat vast naar de wet van de Mede en de Perzen en deze wet kan niet herroepen worden. Vers 16, aan het einde, het is een wet van de Mede en Perzen dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is niet te veranderen. Er is geen ontkomen aan. De wet van de Mede en de Perzen. Weet u, Darius die was gebonden. Hij moest die wet volbrengen. Als de Jezus onderweg is met de twee mannen uit Emmaus, dan zegt de Jezus tegen deze twee mannen uit Emmaus, moest de Christus niet sterven. Moest het niet zo gebeuren. Er was geen andere weg. De Heer Jezus die kwam, en dat moet u nooit vergeten, de Heer Jezus kwam om de wet, de onveranderlijke wet, het loon wat de zonde geeft, is de dood. Dat was de wet van Mede en Perzen, om maar zo te zeggen, dat was de wet van God die nooit veranderd kan worden. En toen Daniël in de leeuwenkuil gegooid werd, werd de wet vervuld. Toch? De wet werd vervuld. De onveranderlijke wet. En dat gebeurde ook bij de Heer Jezus. Er was geen andere mogelijkheid. Er was geen andere weg. En de Heer Jezus was bereid om deze wet te vervullen. Daniël wordt in de leeuwenkuil gegooid. En ik vind het zo mooi dat in Psalm 91, dus laten we het maar lezen, Psalm 91, daar staat in Psalm 91, vers 9, en het zou best kunnen zijn dat Daniël hieraan gedacht heeft. Want David had natuurlijk zijn psalmen al geschreven. Misschien had David of Daniël zijn psalmboekje bij zich. Daar staat in vers 9 van Psalm 91. Want gij, o Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld. Geen onheil zal u treffen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen. Op de handen
zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen, omdat hij mij zeer bemint. Weet u nog dat we daarover nagedacht hebben? Daniël, tot 3 keer toe wordt hij genoemd, gij zeer beminde man. Omdat hij mij zeer bemint, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden. Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik hem verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. De eerste avond hebben we gezien dat Daniël bleef aan het hof tot aan koning Kores. En koning Kores gaf toestemming dat het Joodse volk weer terug mocht gaan na 70 jaar om de tempel weer te gaan herbouwen. Daniël heeft het allemaal overleefd, tot in lengte van dagen. Daniël. En wat mooi dat, ja, wat zal Daniël meegemaakt hebben? Hij wordt daar in die leeuwenkuil, hè, er is een soort grot met een steen eroverheen en daaronder in die grot, daar grommen die leeuwen. En dat Daniël bereid was om voor zijn God in die leeuwenkuil te springen. Laten we met elkaar eens nadenken hoe Jezus voor ons de dood is ingegaan. Dat Jezus die leeuwenkuil inging. Als u en ik nu eens op de rand gaan staan van die leeuwenkuil en we kijken naar die leeuwen en we weten dat wij hadden daarin moeten gaan. Dat was onze plaats. Het loon wat de zonde geeft is de dood. De wet heeft ons veroordeeld. De wet van Mede en Perzen. En dat Jezus daar staat en zegt, ik spring voor jou erin. Kijk eens eventjes in die leeuwenkuil. En we zullen de Heer Jezus voor eeuwig dankbaar zijn dat hij die weg voor ons gegaan is. In de leeuwenkuil. Maar over de Heer Jezus lezen we dat als hij de dood ingaat, dan zegt David, en Petrus haalt deze tekst aan in Handelingen, mijn vlees zal in veiligheid wonen. Mijn vlees zal in veiligheid wonen. Zoals Jezus daar neerdaalt in de dood, is het niet heel wonderlijk dat Daniël in die leeuwenkuil gegooid wordt, er wordt een steen voorgerold en die steen wordt verzegeld. Dat gebeurde met Jezus ook. Hij werd in het graf gelegd, er werd een steen voorgerold en de steen werd verzegeld. Hoe zal de nacht van Daniël geweest zijn? Een hele nacht daar tussen die leeuwen. Nou, misschien heeft hij wel lekker met zijn hoofd op de manen van een grote leeuw gelegen. Misschien heeft hij wel heerlijk geslapen. Hij wist in ieder geval, wat een stil moment zal dat voor Daniël geweest zijn, dat alle leeuwen poeslief waren en dat hij tussen de leeuwen daar een hele nacht verbleven is. Toen Jezus neerdaalde in de dood, bleek dat hij sterker was dan de dood. Dat de dood hem niet kon schaden. En koning Darius, wat heeft hij voor nacht gehad? Koning Darius had een hele onrustige nacht. Hij kon niet slapen en hij moest vasten en hij... Nou ja, wat een verschil hè, tussen koning Darius en Daniël. Maar er kwam een einde aan de nacht. Toen kwam er een einde aan de nacht. En het lijkt net of je dan de paasgeschiedenis leest. Want ook bij Jezus lezen we dat bij het krieken van de dag, toen het nog donker was, gingen de vrouwen naar het graf en de steen was weg. Toen het nog donker was, heel
vroeg in de morgen ging Darius naar het graf. En het lijkt misschien heel dom, maar Darius begon te roepen. Darius begon te roepen van, Daniel! Toch gek, hè? Dat was toch niet zijn naam? Zijn naam was toch Belsasar? Nee, dan wordt de naam Belsasar niet meer uitgesproken. Dan is het oude voorbij. En dan wordt Daniel geroepen bij zijn naam. En wat is die naam dan? Daniel, God is rechter. Hier is recht gesproken. Hier heeft het recht gevierd. Hier heeft het recht overwonnen. Zodat Darius niet Belsasar roept, maar Daniel roept. En dan roept Daniel vanuit de leeuwenkuil, de koning, laat het maar even lezen. In vers 22. Toen sprak Daniel tot de koning. O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Maar ook tegen u, koning, heb ik geen misdaad begaan. Dus Daniel die roept terug naar de koning en zegt, hier ben ik. Ik ben onschuldig. En dan gebeurt er nog iets moois. Toen die vrouwen bij het graf kwamen, toen Maria van Magdala een ontmoeting had met Jezus, die de dood overwonnen had, wat staat er dan? Ze was zo blij. Wat een vreugde. Toen Jezus op die eerste dag van de opstanding bij zijn apostelen kwam, ze verheugde zich. Wat een vreugde. Wat lezen van Darius? Er staat van Darius in vers 24, toen werd de koning ten zeerste verheugd. Wat een blijdschap. Wat een overwinning. En wat lezen we? Daniel werd uit de leeuwenkuil getrokken. Iets verderop in de Bijbel staat van Jona. Laat het maar even lezen. Jona, hoofdstuk 2. In Jona, hoofdstuk 2. Daar zien we dat Jona in de zee geworpen wordt. We zien dat Jona neerzinkt tot op de fundamenten van de aarde. De grendelen van het dodenrijk vielen dicht. Hij was opgesloten in de zee. En dan komt het prachtige wonder. Dan staat er in vers 6, het middelste vers 7, daar staat, of vers 6, het laatste stukje. Toen trok gij mijn leven uit de groeven omhoog. Zoals Daniel uit de leeuwenkuil omhoog getrokken werd, zo werd Jona uit de dood omhoog getrokken. En Peter zegt zo mooi, en de dood, de banden van de dood werden verbroken en hij werd uit de dood omhoog getrokken. Wat een overwinning. Tegelijkertijd was de overwinning van Daniel het oordeel voor zijn vijanden. Dat viel samen. De overwinning van Daniel en het oordeel over de vijanden. Wat vreselijk om dan te vallen in de handen van de levende God. En de Heer heeft zelf gezegd, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. En er komt een moment dat God zal afrekenen met alle vijanden van het volk van Israël. Want hij neemt het voor zijn volk op. Hij neemt het voor zijn geliefde volk zijn oogappel op. En dan zullen alle volkeren die tegen Israël optrokken, geoordeeld worden. En dan tot slot, want daar eindigt het in Daniel 6.
dat deze koning Darius aan alle volken, natieën en talen die op de ganse aarde wonen. We hebben gezegd, wat hier gebeurt, dat speelt zich niet af in een klein uithoekje, maar het is wereldwijd. En wereldwijd zegt hij dat, want hij, de God van Daniël, is de levende God, die blijft in eeuwigheid. En wat staat er dan? Zijn koningschap zal nooit meer eindigen. En dat koningschap zal Jezus dan, die net zoals Daniël in de leeuwenkuil terechtgekomen is, net zoals Daniël vals beschuldigd werd, net zoals Daniël uit de dood omhoog getrokken werd. En dan komt dat geweldige moment dat de opstanding van Jezus is het fundament van het koninkrijk wat hier straks zal zijn, wereldwijd. Want Jezus is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. En als overwinnaar zal hij straks regeren over deze hele aarde. 1000 jaar lang vrede vanuit Jeruzalem. En zijn heerschappij zal nooit meer eindigen. Hij bevrijdt, zegt Darius. Hij redt. Hij doet tekenen en wonderen op de hemel en de aarde. En zijn koningschap is een eeuwig koningschap. Darius zegt, hij is de levende God. Hij is de eeuwige God. Hij is de God die regeert. Hij is de almachtige God. En hij is de God die verlost. Wat prachtig dat God deze Daniël gebruikt heeft. Dat God Daniël op die plek gezet heeft, zodat ook heidense volkeren mogen weten wie de God van Daniël is. En denk ik wel eens, toen Jezus geboren werd, kwamen er wijzen uit het oosten. Waarom? Omdat Daniël daar geweest is. En verteld heeft dat er een koning geboren zal worden, die zijn koningschap zal uitbreiden over de hele wereld. Geweldig om zo vanuit het boek Daniël te kijken naar dat wat er gebeurd is, naar dat wat er vandaag gebeurt, maar ook naar dat wat er straks in de toekomst zal gebeuren. En we mogen uitkijken naar het moment dat Jezus zal komen. Zullen we samen de Heer danken? Mag ik u volgen in gebed? Dank u wel, Vader in de hemel, dat we vanavond hier weer bij elkaar mochten zijn en met elkaar na mochten denken over een hele bekende geschiedenis. De geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil. Maar wat mooi dat we in deze Daniël ook de overwinning kunnen vinden van de Heer Jezus. Die onschuldig in de leeuwenkuil gegooid werd. Onschuldig in de dood geworpen werd. Maar de dood kon hem niet vasthouden. En hij stond op uit de dood. En hij heeft de dood overwonnen. En alle vijanden worden veroordeeld. Omdat Jezus de koning der koningen is. En de Heer der heren. Heer, als we nu kijken naar wat er gebeurt rondom Jeruzalem. Hoe de strijd zich ontwikkelt in het Midden-Oosten. En hoe Israël beschoten wordt met raketten. En terug schiet. En in uw woord staat dat dit volkje Israël zal de natie in het rond ook verteren. Heer, we zien het allemaal om ons heen gebeuren. Maar tegelijkertijd weten we ook, het profetisch woord gaat in vervulling. Want u zult binnenkort terugkomen. U zult uw volk Israël verlossen. Maar bovenal, uw volk Israël zal tot bekering komen. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen een rouwklacht aanheffen. Ze zullen een bron vinden waardoor ze ontzondigd zullen worden. Schoongewassen zullen worden. Heer, en vanuit Jeruzalem zullen levende wateren vloeien overal naartoe. En overal waar dit water komt,
zal alles gezond worden. Een zegen in het midden van de aarde. Heer, dank u wel dat uw woord, we hebben het gehad over de wet van de mede en de pers, die onveranderlijk is. Zo mogen we weten, uw woord is onveranderlijk. Uw woord is eeuwig. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u bereid was om de wet te vervullen. Dat u bereid was om in die leeuwenkuil te springen, niet wij. En dat wij door u, Heer Jezus, nu eeuwig leven ontvangen hebben. En we met u mogen regeren. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor deze avonden. Dank u wel voor het woord wat we mochten overdenken. En wilt u ook uw zegen schenken als we er nog eens aan terugdenken. Dank u wel daarvoor. En we willen ook vanavond heel in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. Wilt u uw volk dwars door alles heen bewaren, beschermen en de regeringsleiders ook wijsheid geven, dat ze ook de juiste beslissingen nemen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.